Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het weer maandag en is het weer een Fortnite Creators map. En ik moet snel gaan, want het is een speedrun. En dit is voor... Holy shit. Oké. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar oké. Het is de officiële tijd. Het is echt van de World Cup gedoe. Kan je ermee aan meedoen? Het is voor één player dit. Dus Damien is er vandaag ook niet. Rechts zien jullie mijn tijd. Is nu 30 seconden. Ik doe het gewoon voor de lol natuurlijk. Ik doe het niet voor een echte tijd. Jump. Oh. Oh, daar ga ik. Daar ga ik. Oh, shit. Oké. Het is een slide, slip, run, alles. Daar moet ik dus niet in. Je moet gewoon zo snel mogelijk de tijd halen. Ik weet niet of ik het ga halen. Volgens mij is het best lastig. Je begint in een soort van kamer van iemand. Dat is wel grappig. Want we zijn wel een minuut bezig en zijn we nog nergens gekomen. Dus even kijken. Het lijkt een beetje op die andere game die Damien vorige keer gespeeld op YouTube. Oh, ja, traps. Maar ik kan hier ook allemaal tels kleuren en alles. Dus dat is wel fijn, want dan kan ik gewoon die challenge blijkbaar halen. Terwijl dat niet de bedoeling was, maar... Dat maakt niet uit. Even kijken, hier bovenop weer. Het is nog best wel lastig dit. Lastiger dan ik had gedacht. Je moet hier omkijken. Dit lukt allemaal wel. Oh. Dat heb ik niet gezegd, dat ik zei dat dat lukt. En dan die kant op. En dan bukken en dan daar overheen. En dan daar... Huh? Waar moet ik heen? Moet ik daar doorheen proberen te komen? Kom, een kist. Dit is een super secret spam room. Oh. Oké. Oh, een YouTube play button hebben ze gemaakt. Geniaal. Oké, maar we gaan weer snel door. Ja, die tijd maakt me niet heel veel uit. Het is gewoon... Ik ben benieuwd of het überhaupt lukt. Het was hard, dus ik zie het vanzelf wel. Even kijken, deze jump. Daarheen. Dan moeten we even goed kijken waar we heen kunnen. Ja, ik weet niet of ik daar doorheen. Volgens mij moet ik daar toch doorheen. Of zie ik dat echt gewoon zo verkeerd? En stiekem moet ik daar straks helemaal niet heen. Dan moet je echt gewoon straks door zo'n gat of zo. Dat zie ik nog wel gebeuren of zo. Maar oké. Ja. Daar naar beneden. Het ziet er wel heel vet uit, moet ik zeggen, deze map hoor. Dat hebben ze echt heel vet gemaakt. Ja, maar daar kan je niet doorheen. Daar ga je echt niet doorheen kunnen. Waarschijnlijk zien jullie het al lang in de video en ik zit zo van... Ik heb geen idee. Ik doe maar wat. Ik weet niet of jullie deze misschien al hebben gespeeld. Mensen, als jullie net kijken zijn, hij is al... volgens mij is hij pas vandaag gekomen, dus... Vandaag... Zondag. Het kan zijn dat je wat geluid buiten onder de raam staat open, want het is nogal warm buiten. Zo. Oh, lekker die jump. Want we zijn wel 3 minuten bezig. Het gaat niet echt heel goed, maar dat maakt niet uit. Oh. Kijk, en een paar van die dingetjes. Oh, ik zie er wat groens. Zag je dat? Ik weet niet of je dat ook zag, of je er wat groens anders zag, maar... ja, ik zit echt wel kijken. Is het niet iets kunstig zo dat je ineens zo hier achter moet en dan daar zoiets hebt? Dat zou wel echt sneaky wezen. Maar... Ik heb er geen idee of je er echt. Dan moet je er echt heen. Oh ja, daar staat start the game by going through the monitor. Start the game als je door de monitor gaat. Hij springt daar niet. Er gewoon omheen. Nee, maar je kan er ook niet omheen, want dan staat er ook een muur. Moet je niet springen ofzo, dat je er dan gewoon doorheen glijdt ofzo. Misschien werkt dat. Dan ga ik dat even testen, als je gewoon even niet glijdt. Waarschijnlijk zullen jullie telkens een beetje stukken zien. Straks zien jullie in één keer dat ik hem heb gehaald en dan... Oh, oké. Nou, dat was niet zo heel lastig eigenlijk. Maar ik buk. Ik spring. Ik spring hier overheen. Ik ga naar rechts. Ik buk. Ik ga...
spring. En ik ga er gewoon tegenaan. En ik weet echt gewoon niet wat ik val. Ik heb echt geen idee. Moet je niet gewoon stiekem dan een ander beeldscherm of zo? Nou, dat is wel leuk. Terug van de projectie. Lol. Kan je hier niet ergens heen? Nee. Nou, dat was echt een antiek ding, maar. Daarheen. Oh, en. Ik keek niet naar rechts. Dat ik er nog niet was. Ah. Kijk, kan je niet gewoon ergens stiekem zo hier weggetje deur in of zo? Dat gaat dus, je moet niet tot gebouw in gaan. Ik dacht af, hey, er staat tekst, misschien moet ik daar naar binnen. Nee. Vonden ze niet zo leuk. Maar. Misschien aan de andere kant nog een deur. Pas ja, hier zit ook nog een deur. Ja, je moet niet gaan stoppen. Je moet even echt hem aanknallen. Ik denk als ik volledig tegen die lantaarnpaal aanknal, dat het allemaal goed moet wezen, denk ik. Want we zijn al 10 minuten bezig, zoals jullie kunnen zien, mensen. En ik ben er gewoon nog steeds niet uit hoe dit moet. Ja, ik hoor dat best wel slecht. Wat staat hier binnen? Yeah, daar ben ik blij mee. Het ging meteen dood. Ik snap er helemaal niks van. Ondertussen ben ik al dik 15, 16 minuten ben ik nu bezig zelf. En ik kom er gewoon niet uit. Ik kan ook. Wacht even. Je gaat niet zeggen dat ik het ding kan hakken, toch? Je kan dat ding hakken, tuurlijk. Serieus? Je kan dat ding. Oh, maar is hij nu gereset weer of? Ja, moet je dat ding hakken? Wat is dat dan? Oh, dat is zo slim bedacht. Maar is hij nu dan nu weer. Oh, hij is nu. Oh, oké, okay, hij is nu niet terug. Oké, okay, dus kan ik als goed is nu gewoon weer doorheen springen. Ja hoor. We hebben hem hoor. Checkpoint. Destroy the objects to unlock the secret path. Oh, waar ga ik heen? Bounce here? Holy shit. Oh, boom. Boom. Moet ik daarop schieten? Ik heb geen idee. Ik denk het. Moet ik hier naar de overkant? Nee, ik moet hier wel naar beneden. Ik ga er gewoon een keer. Ik ga er langzaam doorheen. Ik ben bang dat ik dingen sowieso heb gemist. Oh nee. Oh, daar zat er één. Ah, zit dat daarboven? Ah. Hier niks, rechts, links, oké. Okay. Daar niks. Daar niks. Ah, en dan waarschijnlijk. Oh, maar die heb ik al geschoten. Oh, die heb ik al geschoten, dus hoef ik dat niet eens meer te doen. Moet je hier dan springen? Oh. Oh. Holy shit, waar ga ik allemaal heen? Spring. Oh, holy shit, waar ga ik allemaal heen? Oh. Oké, wacht heel even. Oké, mensen, dit was. Even chaos dit. Uh-oh. Wat gebeurde hier? Ik ging helemaal los. Holy shit, ik snap even. Even. Helemaal niks meer van. Wat gebeurde daar? Dat was even. Hectisch. Ik deed maar wat en ik ging alle kanten. Begon ik op te glijden, te schieten en alles. Dit wil ik zeggen, ga ik gewoon nog een keertje hier. We gingen hier omhoog. Booster. Daarheen en nee. Oh shit. Oh shit.
Oh shit, poepboom. Oh nee, oh nee, nee! Oh? Volgens mij moet ik doodgaan. Ik zit daar vast. Holy shit, maar is ik het pref om dat te doen? Skipte je dan dit allemaal of zo? Want... Niet dat ik dat erg vond of zo. Ik vind dit wel geniaal, dit. Oké, nu even niet tegen die boma knallen. Altijd maar net. Oh, niet tegen de boom. Nee, hij sprong niet. Hoe haalde ik dit gewoon in één keer? Hoe dan? Dat had ik wel echt gestoord. Oké, daarheen springen. En dan daar omhoog. En dan booster, booster. En dan zorg dat je niet tegenaan kan al. Daar omhoog. En dan ben ik hier weer. Oké. Spring. Hoe is dat? Moet je daar. Ja, je moet toch naar die. Ik zag een blauw bolletje of zoiets, toch? Daar moet je dan toch heen? Denk ik hoor. Dat lijkt mij wel logisch dat je daarheen moet. Maar ik weet dus niet of ik die bolletjes had nodig gehad om erheen te gaan. Maar dat zou ik wel. Waarschijnlijk moet ik zo lang mogelijk proberen te wachten. Het zal wel. Ik denk dat je dan gewoon aan één keer door moet rennen misschien of zo. Oh. Dood. Ik ben benieuwd of ik deze nog ga halen. Zo, mensen halen dit denk ik in. 5 minuten of zo, als je dat eerst gewoon al wist. Nou, dit had ik dus ook in één keer. Nou, dat was niet al te lastig. Het is alleen dat daar geen checkpoint zit, dat is vervelend. Misschien zit er wel een checkpoint, alleen mis ik die gewoon volledig. Kan ook hoor. Oké, dus daar gaan we. Oh, ik maak echt hele gekke geluidjes, sorry mensen. Nee, nee, nee. Nee! Meen je dit? Nee! Shit! Zo close, zo dichtbij, zo dichtbij. Oké, nou. Dan gaan we weer hoor. En hoppakee. En... Hoppakee. Hoppakee, hoppakee. Oké, daar zijn we er weer hoor. Hallo. Oké, dus het viel mee om het hoek me lastig te Weer niet? Ondertussen zijn we al dik 20 minuten verder, mensen. En, gaat het redelijk? Ik haal hem de ene keer wel, de andere keer niet. Ja, dit lukt nu wel als ik niet tegen die boma knal. Alleen voor dat parcours, of dat jump hier, de jump parcours, wat nogal vervelend is. Omdat hij gewoon soms gewoon niet springt, of ik hou de jump gewoon volledig niet. Maar ja, hey, dat kan je hebben. Oh, en ik moest daar niet echt springen. Maar hey, ik hoop dat ik hem zo wel ga halen, want dat is. Ik ben al best lang bezig. Oké, zo, zo. Ik ben weer hier. Oké. Maar wat is het? Je moet. Even kijken, we moeten daarheen springen. Oké. Daar gaan we, hè? Jeet! Hoppakee. Hoppakee. Nee, gewoon. Hoe dan? Hoe dan? Ik sprong toch echt op het laatste moment. En alsnog doet hij gewoon. Dat. Maar ja. Ik zie jullie wel als ik. Ik heb hem gehaald. Why self life? We got London on the train.